Nou Klas, het is vandaag een hele speciale dag, want er komen 3 gastsprekers die hebben de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. Oh ja, ik vind het altijd zo leuk om over de goede oude tijd te praten. Ja, dat is het. Oh, welkom, welkom. Kom maar binnen. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag, oude mensjes. Goeiedag. Wat lang geleden dat ik zulke strakke gezichtjes heb gezien. Nou, we zijn hier om te praten over de Tweede Wereldoorlog. Kennen jullie dat allemaal? Ja. De bezetting van Nederland was in mei 1940. Het begon eigenlijk al veel eerder. In Duitsland waren ze al 10 jaar bezig om die sfeer zo vreselijk te maken. Met elke ronde van nieuwe regels kreeg men minder vrijheid en maakten ze iedereen bang voor Joodse mensen. Zij kregen langzaamaan overal de schuld van. Mensen vonden het daarom niet zo erg dat zij minder rechten kregen. Als men opeens de rechten zou afpakken van bijvoorbeeld mensen met felgekleurd haar, zoals in dit voorbeeld, dan zou men daarentegen in opstand komen. We hebben de taak om de felharigen op te pakken. Kom, 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 lopen. Wij komen! Jullie hebben geen rechten! Wij komen! Ja, jullie hebben geen rechten meer! Nou kinderen, hoe vonden jullie dat nou? Ik vond het eigenlijk best heftig dat al die felharige kinderen werden opgepakt. Nou, dat is het ook. Je moet het zo zien. Gerrit, heb jij die zak snoep nog? Ja, maar die heb ik nog. Alsjeblieft. Nou kijk, houden jullie van snoep? Ja, jullie houden van snoep. Nou, stel jullie dan eens voor dat deze zak snoep vrijheid voorstelt. En ik geef deze zak snoep aan jou. Een normale zak, die gaat zo op. Maar stel je nog eens voor dat deze zak nooit op kan gaan. Ja, want wij hebben die vrijheid al 70 jaar lang. En stel nou dat dit zou gebeuren. Hier met die zak snoep! Wat gebeurt hier? Protesteren. Daarom zal een organisatie nooit in 1 keer jullie vrijheid afpakken. Maar stapje voor stapje. Kijk hier maar even naar. Geachte volk, hier is een bericht van uw leider. Vanaf volgende week gaan de felharigen 1 dag minder naar school. Geëerd volk, hier volgt een mededeling. De felharigen gaan nu niet 1 dag naar een andere school, maar 3 dagen naar een andere school. Geëerd volk, hier volgt een mededeling. Mogen de felharigen niet het land in of uit? Moeten ze boodschappen doen in een aparte winkel? Op deze manier beschermen onze kinderen van de felharigen. We eindigen natuurlijk altijd met ons saluut. Eert uw leider! Eert uw leider! Meneer, wat vindt u van de nieuwe regels over de felharigen? Nou, ik ken zelf niet echt felharigen, maar ik hoorde wel slechte verhalen over, dus ik denk dat onze leider wel gelijk heeft. Jarenlang zal de leider nieuwsprogramma's laten uitzenden om aan te geven dat hij gelijk heeft. Zoals uiteindelijk mensen het ook echt gaan geloven. Meneer, wat vindt u van de nieuwe regels tegen de felharigen? Nou, ik heb gelezen en gehoord dat ze een beetje dom zijn. Zoals u ziet zijn de meeste mensen het eens met de nieuwe regels van de geëerde leider. Zoals je ziet, zag je dat Eerde leider steeds kleine stukjes vrijheid afpakte van de felharigen. En de mensen op straat vonden het allemaal prima. Nou, wat vonden jullie eigenlijk van deze presentatie, jongens? Zijn er nu misschien een paar voorbeelden wat nu op de wereld gebeurt? Er gebeuren wel allemaal dingen in Amerika. Dat is misschien wel minder heftig, maar... misschien is dat wel het begin.
Nou, daar heb je eigenlijk wel een punt, want het is goed om altijd kritisch te blijven. Daarom is vrijheid zo belangrijk. Zo! Yeah!